start is gevallen. Paarden zijn onderweg, ze gaan snel aan de buitenkant. Leiding in het midden van de baan voorlopig is aan de relingzijde voor Greek F. Boko. Die wil de leiding wel kwijt. Floral Girl aan de buitenkant gaat hem overnemen. Gonda Schermer aan de buitenkant gaat ook mee. En André Bakker gaat inparkeren op dit moment. En dat doet hij heel handig. Dat deed hij met Lady Gaga. Ze gaan de paarden de bocht door. En aan de buitenzijde gaat Floral Girl nu de leiding overnemen. Daar komt ook Urk Del Rio al aan. Die gaat ook naar het tweede spoor. Gonda Schermer blijft in het middenveld hangen in het tweede spoor. Het is een bewuste keuze van Rick Ebbing. Hij doet niet mee aan dat geweld om de leiding. En de leiding is nu van Floral Girl. Floral Girl, John de Leeuw, kijkt nog niet achterom. Dat is meestal een teken dat hij de leiding kwijt wil. Maar dat doet hij niet. Hij maakt zelfs een gaatje. Een gaatje voor Urk Del Rio, die daar kan inparkeren. En dat gaatje wordt ook medegemaakt door Greek F. Boko, die iets wordt teruggenomen. Daarachter gaat Gonda Schermer nu naar voren. Die gaat naar plaats 4. Gaat voorbij aan Lady Gaga. Daarachter volgt dan Gina Bros, dan Borca Ling. En de laatste plaats is voor El Nino. Gonda Schermer op weg naar voren, maar dat valt niet mee als het tempo zo hoog ligt. Leiding is in handen van Floral Girl en die maakt aardig tempo. Floral Girl, daarachter Urk Del Rio, die zelt naar buiten en gaat er ook gelijk uit met een galoppaarden. Urk Del Rio werd naar buiten genomen, maar Urk Del Rio... nummer 3 galop. Verloor daar de loop bij en dus is nu Gonda Schermer op plek 3 uitgekomen en kan inparkeren achter Greek F. Boko. Zo gaan we de laatste ronde in en John de Leeuw gaat het gewoon van kop af proberen met Floral Girl. Greek F. Boko tweede, Gonda Schermer derde, daar leert ze een hoop van. Daarachter Lady Gaga, die heeft het moeilijk. Aan de buitenkant wordt hij straks gepasseerd door Gina Ross, van die is al naar buiten genomen. En daarachter liggen nog Borca Ling en El Nino. Zo ronden de paarden de rechterbocht en het tempo vooraan is hoog. Die voorste 3 paarden scheiden zich iets af van de rest. Koploper is nog altijd Floral Girl. Daarachter Greek F. Boko en daarachter Gonda Schermer. Naar de 4e plaats gaat nu Gina Bros. Ook Borca Ling gaat naar voren. Lady Gaga valt stil. En aan de buitenkant gaat ook El Nino met de wind in de rug er voorbij. Nummer 2 onregelmatig. El Nino is eruit, dus die hoeft Lady Gaga niet meer voorbij. En zo gaan de paarden de laatste bocht opzoeken. Floral Girl leidt. Floral Girl, Greek F. Boko, Gonda Schermer. Beide ongeslagen paarden liggen op dit moment 2e en 3e. En de 4e plaats. Plaats is voor Gina Bros en zo gaan ze de laatste bocht in. De Leeuw wil graag vluchten, maar vluchten kan niet meer. Daar is ooit eens een leuke plaat van gemaakt en inmiddels zijn ze halverwege de Tjada-bocht. Leiding in handen van Floral Girl. Daarachter Greek F. Boko. Naar het derde spoor gaat Gonda Schermer. Gaat een hele mooie eindstrijd worden die laatste koers. Gonda Schermer komt door het derde spoor. Greek F. Boko door het tweede. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En daar komt de zus van de baanrecordhouder aan de buitenzijde. Gonda Schermer in duel met Greek F. Boko. Maar die ben je niet zomaar voorbij. Ze liggen neus aan neus. Ze liggen nek aan nek. Ze gaan naar de streep. Greek F. Boko nog altijd. En Greek F. Boko wint het met een neusje. 2e plaats, Gonda Schermer. En 3e is Floral Girl.